vandaag dinsdag 1 december. De vlogmaand is begonnen. Dat doe ik eigenlijk ieder jaar in december. Ik ga niet iedere dag... ik ga wel iedere dag vloggen, maar ik ga het niet iedere dag uploaden. Omdat mijn leven niet zo heel spannend is. Dat heb ik ook al uitgelegd op mijn site. Ik moet even switchen van arm. En ik heb hier heel beroerd licht. Maar ik ga het wel de hele maand doen. Tot en met 31 december. En dan vat ik dat één keer per week in een soort samenvattingsvlog. Komt dat dan op YouTube en op mijn site. Dus dan weten jullie dat. Vandaag is het dus dinsdag 1 december. Het is rond 9 uur. Ik ben verder al helemaal klaar en aangekleed. En ik had wel moeite met opstaan vandaag. En dat is ook te zien, want ik heb behoorlijk ballen. En zeker door dit foute licht. Wat ga ik vandaag allemaal doen? Ik heb vandaag heel veel te doen voor mijn site. Ik moet echt heel veel foto's maken. Dat ga ik dadelijk als eerste doen. Dan moet ik die allemaal gaan bewerken en de artikelen gaan schrijven en uitwerken en noem het maar op. Dus dat red ik sowieso niet vandaag in één dag. Maar dat ga ik vandaag doen, dus het is niet zo heel spannend. En verder moet ik vanavond naar een informatieavond voor een vervolgopleiding van mijn oudste zoon. Daar moet ik ook nog naartoe, dat duurt van 7 tot 9. En dan is eigenlijk de dag alweer voorbij. Kijk, en hier staan nog de doosjes en alle producten die ik... niet dat roze doosje trouwens, die je daar ziet staan, niet. Die is van mezelf. En daar heb ik laatst die bodylotion mee gemaakt. Maar ik heb daar zo nog geen plek voor. Ik moet eigenlijk ook een nieuwe kast gewoon op mijn kamer hebben. Maar het staat best wel vol zoals je ziet. En hier ook allemaal. Dus het is hier allemaal nu heel rommelig. Ik ga dadelijk ook even opruimen. Anders kan ik niet fijn werken. En hier moet ik maar ergens beginnen in de... doosjes waarvan ik denk wat prioriteit heeft om als eerste op foto te zetten. Verder ga ik jullie nog even laten zien wat ik draag vandaag. Ik draag een zwart ripjurkje van River Island. Deze heeft een fijn colletje, dat draag ik altijd graag. Oorbellen zijn van Ludora Boutique. En ik draag hieronder mijn pantoffeltjes van Primark met Bambi erop. En ja, ik ben toch gewoon thuis, dus ik vind het dan niet fijn om op hakken te lopen. Misschien zie je hier de outfit iets beter. Het is een simpel zwart jurkje en het is net over de knie. Eerst maar even de batterij van mijn fotocamera in het stopcontact gedaan, want die was bijna leeg. En zoals je hier ziet op mijn bureau ook, het is hier echt... heel rommelig, heel slordig. Eigenlijk niks voor mij. Hier moet ik bijvoorbeeld nog een look mee maken. Deze producten moet ik ook op foto zetten. En hier wil ik eigenlijk nog een tutorial mee opnemen. Die heb ik al wel laten zien op mijn site. Maar moet ik even kijken. Misschien een soort kerstlook of zo. En eerlijk gezegd heb ik ook geen plaats zo om dit paleisje neer te zetten. En daar baal ik eigenlijk wel van. Want die vind ik heel mooi. En hier staat mijn kerstbeker van Action. Ik heb er nog geen drinken in gehad. Maar dat ga ik wel zeker doen. En ik wil eigenlijk voor de kerstvideo's die nog gaan komen. Of nou ja, kerstvideo's. Het is natuurlijk december. Wil ik hier eigenlijk iets van lampjes. En op mijn kast past het niet. Maar ik denk wel om de spiegel. Als ik dan gewoon iets film voor jullie. Een gewone video, zeg maar een beauty video. Dan is dat denk ik wel leuk als je dat ziet. Trouwens, altijd wel weer gezellig de kerst. Want dan kom je beneden. En ik ben natuurlijk al beneden geweest. Want ik heb mezelf aangemaakt. Maar het is altijd wel leuk, want het is heel donker buiten en dan die lichtjes. Ja, ik vind het altijd heel gezellig. En Beertje was vannacht een beetje ziekjes. Ik weet niet waar het door komt. Beertje. En hij ligt in zijn bandje. En die heb ik ooit gebruikt toen ik hem net had. En hij heeft een heel lief grijs mandje met van die pootjes erop, zo'n zachte pluche. Maar het ligt hier nooit in. Hij blijft altijd terug in zijn bench gaan. En het deurtje staat natuurlijk wel altijd open, want het liefst ruim ik het ding op. Maar ja, het is voor hem echt zijn plekje. Dus het ziet er misschien wel een beetje zielig uit. Maar hij vindt het, ja, hij ligt er graag in. Beertje, Beertje, Beertje. Kijk, hij komt er nou ook niet uit. Helemaal lekker is hij niet. Nou, het is nu al middag en ik heb eigenlijk het grootste gedeelte van de dag gewerkt aan mijn site. En ik ben net heel even naar de winkel geweest, want ik wilde roze kerstballen. Dus die heb ik gekocht, deze. Ze waren hier bij ons in de woonplaats moeilijk aan te komen. Maar ik heb toch roze en die wil ik bij de witte gaan hangen. Het liefst wil ik eigenlijk een hele roze boom. Maar misschien is dat iets voor volgend jaar. Maar ik moet op zolder ook nog roze ballen hebben. Dus daar ga ik zo meteen voor kijken. En ik heb een heel gaaf cadeau gekregen. Namelijk deze iPhone clutch in het roze met rosé goud. En ik heb sinds een paar dagen de nieuwe iPhone 6S. En daar ben ik heel erg blij mee. Hij is ook rosé goud. Al zie je dat zo misschien niet zo heel goed door het licht. En ik heb wel een transparant achterkantje ervoor zoals je ziet. En er zit zelfs beschermfolie op. Maar dan wil ik hem nog niet zo los in mijn tas stoppen. Dus daar zocht ik dus zo'n clutch voor. En ik heb er een keer eentje gehad van Michael Kors voor mijn vorige iPhone. Maar die rits ging vrij snel kapot.
En deze is met een drukknop. Want ja, als je natuurlijk iedere keer je telefoon pakt, dan gaat zo'n ding veel open en dicht. Dus dit vind ik eigenlijk fijner. En hij past, hij is er helemaal voor gemaakt. Hij past dan hier precies in. En hier kan je eventueel nog pasjes of misschien zelfs nog wel een sleutel hierin stoppen. Wat hebben we bij de taartjes? Nou, Noël, ik denk dat wij frietjes gaan eten. Want mama moet vanavond naar die informatieavond voor Kyle. Ja, dat is nog een beetje friet. Dus dat bestel ik wel bij thuisbezorgd vandaag frietjes, denk ik. Mm. Mama vroeg onze balletjes voor in de kerstboom, zie je dat? Nee. Ja, jullie willen kleur, dus ja. Komt dan roze. Dan heb ik geen kleur. Roze is toch een kleur? Nee. Want? Nou, een rood en blauw en geel, zo, dat zijn kerstballenkleuren. En waarom roze niet? Omdat roze lelijk is. Voor meisjes? Ja. Maar ik ben een meisje. Ja. Hmm. Wat heb je, Instagram? Ja. Hoe heet je op Instagram? Kijk eens niet hoe graag nog wel. Hoofdletter N, hoofdletter G en dan een lage streepje. Dan G, G, Z, als hoofdletter. Dat kan ik zo niet onthouden. Kun je mama opzoeken? Ja, dat kan ik wel, ja. Oké, okay, doe maar. Kijk, ik ga eens kijken of ik je kan vinden. Oh, zo'n tomatenkruidenkaasje. Ja, doe eerst eens even. Hoe heet jij? Nog een keer. Hoofdletter N. N. Ik ga nu zoeken. Hoofdletter N. En dan? Hoofdletter G. Hoofdletter G. Ja, een laag streepje. Een laag streepje. En dan ook GGZ met hoofdletter. G, GZ, kom je daar nou weer bij? Gewoon nog een grappig. G, ik kan het niet zien met de camera tegelijk. Ja, die bovenste. Ah, ik zie hem. Hé, hey, was dat een coole foto? Heb je die van jezelf gemaakt? Ja, die is cool. Vond ik mooi. Man, je lijkt al een boef daarop. Nou, ik heb de roze ballen erin gehangen en ik ben eigenlijk wel blij met het resultaat. Eigenlijk wil ik er nog meer. Ik heb er ook nog een paar op zolder gevonden. Die zijn wat lichter roze, zoals deze kleinere en die grote glanzende. En even kijken, deze matte, dat zijn dan de nieuwe. Nou, thuisbezorgd is geweest. Heel simpel, maar wel lekker. Frietjes en een frikandel. En ik heb ook nog een kroket. En hier zit voor iedereen. Iedereen heeft een kroket en een frikandel. Dus dat ga ik heel snel eten en dan op naar school. Het is inmiddels al laat. Ik ben van die informatieavond ben ik thuisgekomen. Toen heb ik nog een wasje gevouwen en ben ik gaan douchen. En ik ben best wel moe. Ik ga nog heel eventjes Netflix in mijn bed kijken. En dan ga ik lekker slapen. Dit was de eerste vlogdag. Ik moet er wel weer een beetje inkomen en eraan denken om regelmatig mijn camera erbij te pakken. Maar dat zal de aankomende maand vast wel goed komen. Ja, ik zie jullie morgen gezellig weer. Welterusten. Goedemorgen, het is vandaag 2 december, de tweede vlogdag van deze vlogmaand van mij. Vandaag heb ik eigenlijk weer een beetje een soortgelijk dagje. Ik draag nu ook geen lipstick, want ik moet dadelijk een aantal lipproducten op mijn lippen doen, testen en op foto zetten. Dus dan is het niet handig als ik al een andere kleur opdoe. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ik moet weer heel veel productfoto's maken. Ik moet een video van morgen voorbereiden. Ik moet mijn mail beantwoorden. En wat moet ik nog meer doen? Oh ja, ik ga de bedden verschonen. De was heb ik al aangezet. Ik moet de vaatwasser nog leegmaken. Een keer stofzuigen beneden. Eigenlijk ook nog eventjes naar de winkel. Ziet er nu trouwens volgens mij best raar uit. Geen lipstick, want ik heb natuurlijk wel make-up op. En hierboven highlighter. En het ziet er heel raar uit. Ik kan meteen wel even laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik draag deze witte blouse met een strik. En deze komt van H&M. Draag er wel een hemd of zo'n top eigenlijk onder. Want hij schijnt best wel door. En dat is dan ook, ja, hij is ook heel dun. Dus het is wel een beetje koud. Verder draag ik een zwarte broek. En dit is zo'n bikerbroek. Of hoe noemen ze dat? Met van die ritjes hier. Het riempjes van de H&M, de broek weet ik zo niet meer. Ik draag mijn Bambi pantoffels van Primark. En ja, het zit binnen gewoon lekker warm en lekker zacht. Het is nu rond 3:15 middags. Ik zit achter mijn computer nog steeds. En ik heb heel veel foto's gemaakt. En die heb ik toen net al allemaal geïmporteerd. Die ga ik allemaal uitzoeken wat ik wel kan gebruiken. Wat ik niet kan gebruiken voor mijn site. En ik bewerk ze eigenlijk altijd ook nog. En dat heeft ook te maken met het licht. Want ik heb wel hier een lamp en ik zit al bij het raam. Maar toch zie je soms bepaalde grauwheid of zo. En die haal ik dan gewoon eventjes weg. Of stofjes of dat soort dingen. Je ziet echt alles door een spiegelreflexcamera. Als je ziet ben ik dus met de foto's bezig. Achter mijn computer. En ik heb een Yankee Candle aangemaakt. Deze, de soft, even kijken, soft blanket is het. Ja, die ruikt zo lekker. En dan ruikt mijn hele kamer daarna. En ik kreeg nog een leuk pakketje.
Ik zal het wel even laten zien. En dat is deze make-up kwast van By Terry. Een heel mooi luxe merk. En ja, deze kwasten zie je nu steeds meer. Ik zie ook op YouTube echt hele grote van, ik geloof, Artist of Oval Artist dat het heet. Die zou ik eigenlijk ook nog willen. Die zijn echt groot. Dan kun je, ja, bespaart je schijnbaar heel veel tijd. En ik zie het nou steeds meer op YouTube. En dat het heel fijn moet zijn. Dus ik ben benieuwd naar deze. Het lijkt wel een te grote tandenborstel. Maar hij heeft van die ovale haartjes. Voelt heel zacht aan. En ze staan heel dicht op elkaar. En dan moet je dus ja, je foundation en dat soort producten. Foundations. En er stond er nog meer op. Nou ja, crème foundation, poeder foundation en zo. Moet je daar allemaal heel mooi mee kunnen aanbrengen. Dus ik ben hier wel heel benieuwd naar. Het ziet er ook wel grappig uit. Woensdagavond 9:30. Ik ga weer lekker slapen. Ik ben best wel moe. Ik ga nog wel eventjes een aflevering kijken op Netflix. Ik ben momenteel Jessica Jones aan het volgen. Het is wel heel erg spannend. In het begin moest ik het een beetje aftasten. Maar ik ben wel een beetje serieverslaafd. Ja, de rest van de dag is vrij saai geweest. Want ik zat dus te werken. Daarna heb ik eten gekookt. En daarna hadden we via ouderavond een rapportgesprek, zeg maar, op school. Dus zo vliegen de dagen wel voorbij. Maar vrij saai allemaal. Ja, voor nu wel trusten. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 3 december, alweer de derde vlogdag vandaag. En ik heb op zich, ja, weer een vergelijkbaar dagje. Ik moet weer foto's maken. Ik heb net al wat mails zitten beantwoorden. Het is nu rond 9:15. En ik moet echt aan het vloggen komen, want ik vergeet vaak 's morgens mijn camera erbij te pakken. Wat ga ik vandaag nog meer doen? Ik ga zo meteen eerst even naar mijn ouders, even daar op de koffie. Ja, dan doe ik eigenlijk altijd wel 1 keer per week. Eigenlijk helemaal niet het gevoel dat het al... dat we al in december zitten überhaupt en dat het al over een paar weken gewoon kerst is. Heel raar dit jaar, normaal ben ik daar altijd wel, ja, heb ik wel een beetje zo dat feestmaandgevoel, maar dat heb ik dit keer nog helemaal niet. Voor mijn gevoel zit ik nog ergens in oktober. Wel heel gek ook. Misschien hebben meer mensen daar ook last van, maar die dat ook zo voelen. Ik ben heel benieuwd. Ik zal even meteen laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik draag een oversized vest. Deze is van Reinders. Die hebben jullie een tijdje geleden in een shoplog voorbij zien komen en... ik heb daar bijpassende jurk bij, maar ik draag hem ook gewoon graag op een ander rokje of een jean zoals vandaag. Ik heb een cool aan, want dat is lekker warm. Een zwarte en die heb ik echt al jaren en die blijft mooi en fijn zitten. En draag ik een high-waisted jeans. Deze is van H&M, maar dit zit een beetje raar hier, zie je dat? Riempje is, dacht ik, ook van H&M. Dan is het zo'n ripped jeans en ik draag daaronder zwarte pumps. En die zijn, dacht ik, van haar. Misschien trouwens wel een beetje koud zo met mijn voeten, maar ja... Ik hoef alleen maar naar mijn ouders, dus auto in, auto uit. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 4 december. Vandaag weer een soortgelijk dagje. Ik ben best wel druk nog wel voor het weekend, want aanstaande zondag wordt onze oudste zoon alweer 16. Geven geen groot feest of wat dan ook. Of ja, hij zelf ook niet. Dat wilde hij niet. Wat ga ik vandaag allemaal doen? Ik ga zoals altijd weer aan mijn blog werken. Ik moet weer foto's maken. En ik moet eigenlijk nog een video opnemen. Maar ik denk dat ik dat morgenochtend doe. Ik denk niet dat ik daar vandaag nog aan toe kom. Misschien ga ik nog heel even lunchen vandaag. Dat ligt eraan hoe ik in mijn tijd zit. En ik ga meteen weer even laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik draag weer mijn oversized vest van Reinders. Ik draag er weer een kolletje onder. Dit is een andere. Deze is van H&M. En die zit gewoon niet zo fijn als die ik gisteren droeg. Deze zit ook niet zo mooi aangesloten. Kijk maar. Verder draag ik vandaag een zwarte tregging van leer. Of ja, eigenlijk is het geen echt. En daaronder mijn zwarte pumps. Ik zit nu in de Poort van Kleef. Ik ga even gezellig lunchen. Ik heb de kaart van mijn neus. En ik zit dus hier. Dat is nog... Nou, het is nu vrijdagmiddag zo rond de klok van 6 uur. Ik lig heel eventjes op bed, want ik heb eigenlijk van alles gedaan vanmiddag. Ik heb de ramen gelapt, ik heb nog gras gemaaid, kun je nagaan in december, want het is vrij zacht nu buiten. Ik heb blad voor uit de tuin geveegd, ik heb de ramen boven gelapt aan de binnenkant. Ik heb was gestreken, ik heb gestofzuigd. Dus ik dacht, ik ga heel eventjes liggen. Ik heb ook nog wel het een en het ander aan mijn blog gedaan. Na de lunch die jullie dus straks zagen. En ik moet zeggen, ik moet best wel weer wennen aan het vloggen.
Want ja, ik ben niet echt gewend om de hele dag door, maar iedere dag overal de camera erbij te pakken. Dus sorry daarvoor, dus ik moet er echt even inkomen. Deze week is sowieso niet heel spannend. En zoals ik al zei, mijn leven is niet dusdanig spannend dat er iedere dag van alles te beleven valt. Volgende week heb ik het wel drukker. Dan heb ik een afspraak in Amsterdam. En ik heb iets in Ede, dacht ik. Maar daar vertel ik jullie volgende week dan meer. Ik ben ook niet het type wat een heel jaar lang iedere dag zal gaan vloggen of wekelijks. Meestal vlog ik alleen maar als ik nou ja, iets heb voor mijn site of zo. En dan inderdaad één keer per jaar in december de hele maand. En ja, ik persoonlijk zelf zou er ook niet aan moeten denken om dat gewoon altijd maar dag in dag uit te moeten doen. Dat is niet zo mijn ding. Sowieso ben ik toch wel redelijk op mijn privacy gesteld. En iedere dag mijn leven delen met internet is ten eerste hartstikke saai. En ja, wat ik al zeg, het is gewoon niet helemaal mijn ding. En ik heb natuurlijk ook mensen in mijn gezin die niet in beeld willen. En dat kunnen we ook alleen maar respecteren, toch? Maar dan is het ook wel sowieso ook lastig om er omheen te vloggen. Dus het zijn allemaal dingetjes bij elkaar, waardoor ik het zo in de maand december leuk vind. Als ik wegga voor mijn site, vind ik het leuk. En dan houdt het vloggen voor mij een heel eind op. Bloggen daarentegen is misschien wel iets wat ik ja, vaker kan gaan doen. En dat is ook ja, makkelijker, want dan schrijf je natuurlijk, je maakt foto's. Ik doe al iedere week een weekoverzicht en zo, dus nou ja, weet je, ik dacht, ik lig nu eventjes op bed en het is misschien wel gezellig om even met jullie te kletsen. Ik had dus bedacht om vanavond vast een groot gedeelte van de vlog te gaan editen. Anders moet ik dat allemaal morgenavond op zaterdagavond gaan doen. Want dan moet ik hem ook gaan uploaden, want hij moet dus zondagmorgen voor jullie online komen te staan. En dat is best wel veel werk. En stel dat er iets ja, niet helemaal goed gaat of het uploaden lukt niet in één keer of wat dan ook. Dan heb ik al heel veel werk van tevoren. Dus dat ga ik nog na het eten doen en dan ga ik denk ik lekker vroeg lekker warm douchen en dan duik ik lekker vroeg mijn bedje in met Netflix. Wat mij betreft mag er trouwens wel ja, sneeuw gaan vallen nu het december is. Of dat het echt heel koud wordt. En dat is niet altijd fijn. Maar het geeft al veel meer de sfeer van december. Ik vind het zo zacht nu buiten voor december. Ja, ik zei het van de week al. Ik heb daardoor helemaal niet het gevoel dat het dat we al richting kerst en zo gaan. En dat het jaar al gewoon bijna voorbij is. Ik kan me herinneren dat wij een jaar of volgens mij 6 jaar geleden alweer gingen we eens een keer met vrienden naar de kerstmarkt in Düsseldorf in Duitsland zonder de kinderen. En toen was het we hebben toen een paar hele koude winters op een rij gehad. En we gingen daar toen naartoe en volgens mij had het min 18 of min 19 gevroren. Dat is best wel extreem voor hier. En het zou die dag door de noordoostenwind aanvoelen als min 25. En het was steen koud. En we waren daar in Düsseldorf en ik had ja, een paar lagen kleding en ik had van die thermokleding, thermolegging en een thermohemd en ik weet het allemaal niet, had ik eronder muts, handschoenen, das en het was zo koud en ik heb toen zo weinig eigenlijk van die kerstmarkt meegekregen omdat we iedere keer als je even buiten liep dan deed het gewoon pijn, zelfs had je een das of zo voor je gezicht. Hè? Huh? Ja, doe maar. Oké, kom er zo aan. Dat was mijn oudste zoon die riep dat hij de pizza's in de oven gaat doen. Die heeft hij net gehad. Maar goed, om nog even terug te komen op de kerstmarkt. Dat was toen echt zo koud. En iedere keer moest je gewoon, en alle mensen die daar liepen hoor, hadden het heel koud. En iedere keer moest je ja, bij winkels naar binnen om op te warmen. En het was toen ook helemaal niet druk. Dat is niet zo gek natuurlijk met zo'n temperaturen. En toch, ik weet het niet, het had wel een bepaald sfeertje zeg maar. Het, ook in de auto, voordat die verwarming warm was en zo. Het was allemaal heel koud, maar het had wel ja, iets gezelligs en gaf ook wel meer het kerstgevoel. Het is nu vrijdagavond zo rond 9:30. Ik had eigenlijk al in mijn bed willen liggen, omdat ik best wel moe ben. Maar ik zit vast de vlog te editen. Morgen dan weer de laatste vlogdag van deze week. En dan begint die zondag natuurlijk weer opnieuw. Dan heb ik echt de hele week. Want nu ging het ja, starten natuurlijk 1 december, dus het begon dinsdag. En nu gaat die vanaf zondag weer verder tot en met volgende week zaterdag en dan komt die volgende week zondag weer online, de tweede vlog. Ja, dit ben ik dus aan het doen. Ik zit gewoon achter mijn computer en ik heb vast tot nu toe alles geëdit. En dan hoef ik alleen nog maar morgenavond van morgen te doen. En dan moet het zondagavond allemaal klaarstaan voor jullie. Ik ga zo meteen dus lekker douchen, mijn bedje in, Jessica Jones kijken. En ik zie jullie morgen weer. Tot rusten. Goedemorgen, zaterdag 5 december. Het is Sinterklaasavond vanavond, pakjesavond.
Wij doen daar zelf eigenlijk niet veel meer aan. Het is, morgen is natuurlijk onze zoon jarig, die wordt 16. En het was toen ze de kinderen hier nog geloofden. Oh, mijn schouder doet echt heel erg zeer. Maar dan was het altijd heel erg druk. En pakjesavond en verjaardag. Dus tegenwoordig doen wij het altijd met kerst. Ik vind persoonlijk kerst ook leuker dan Sinterklaas, maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Wat ga ik vandaag allemaal doen? Ik heb het nog best wel druk. Ik moet zometeen een video opnemen voor aanstaande woensdag. Meestal werk ik wel wat langer vooruit, maar het is er nou een beetje bij ingeschoten. Daarna ga ik ook nog deze vlog ga ik echt klaarmaken en klaarzetten, zodat die morgen ook gewoon online komt. En ik moet nog een aantal foto's maken, ook nog van producten van de Body Shop. Dat moet echt een keer online. En ik moet nog van andere make-up, swatches en zo maken. Dus dat wil ik eigenlijk vandaag allemaal proberen te doen. Ik laat zien wat ik draag vandaag. En dat is, ik vind hem zo leuk, deze foute kersttrui. En hij komt gewoon van Action. Daar heb ik hem vandaag gewoon een zwarte broek. En ik heb weer mijn pantoffeltjes aan van Primark. Nou, alles staat klaar om te gaan filmen. De lamp is aan, de camera staat klaar, mijn stoel staat klaar. Spiegel staat klaar. Het is niet het fijnste spiegeltje. Ik moet nog een keer een nieuwe kopen. En hier liggen alle spulletjes die ik daarvoor ga gebruiken. Ik zit daar helemaal klaar voor. Let's go! Het is nu zaterdag, een beetje einde van de middag, zo tegen een uurtje of vier. Ik zit zoals gewoonlijk weer achter mijn computer. Of eigenlijk nog steeds, want ik zit al best wel wat uren achter. En soms heb ik echt van die dagen, momenten, dan kan ik eigenlijk geen beeldschermen zien. Dat heb ik natuurlijk wel eens, omdat ik het heel leuk vind wat ik doe. Maar dan op een gegeven moment dan word ik ook een beetje tureluurs van het scherm. Dat heb ik nu ook, maar ik moet het nog wel even afmaken. Maar ik ga wel deze vlog afsluiten. Kijk, want ik ben nog allemaal, als jullie het kunnen zien, foto's aan het importeren. En ik heb vanmorgen de video gemaakt. Dus ik ga voor nu de vlog afsluiten. Dan kan ik deze vast gaan afmaken, zodat die morgen gewoon lekker online staat. En dan ga ik vanaf morgen weer verder vloggen een hele week. En dan zien jullie de volgende vlogmas volgende week. Ik hoop dat jullie de eerste vlogmas leuk vonden van dit jaar. Begin december 2015. Dankjewel voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende video. Doeg!